kan het proberen om die pakken recht te zetten, maar die zijn me veel te licht. Ik ga liever niet meer dat achter. Ik krijg geen beweging in. Dat is een mooi schot. Dat zien jullie toch niet. Nee, dat daarnaast. Zeven. Acht, negen. Acht, lijn jij. Vijf. Eerst die ogen zijn. Ik hoor alleen dat ik hem nou begin goed uit te trekken. Rechts de zes. Drie uur. Tien. Acht uur. Acht, drie uur. Even de pijlen halen. Hang maar aangezet. Nee, een tap. Je kan er niet schieten. Volgend jaar krijg je les. Het is een tap. Kun je niet eten. Nee. Ga weg, je schiet je pijlen op. Acht op zes uur. Tien op twaalf uur. Negen op negen uur. Rond op 12 uur. Zes. Nee, hoe gaan we? 12 uur. Negen op 6 uur. Cool. 8 op 8 uur. Ik denk dat ik zo uitging. Ik was er eigenlijk alleen gekomen om te kijken hoe de pakken erbij zaten. Zijn ze 4 uur. Kom, laat ik jullie even kijken. Ik had ze wat steviger gemaakt, dat heeft echt geholpen. Even genieten en een uurtje schieten. Hé, hey, achter de lijn. Achter de lijn. Opschieten. Thank you.
dat niet. Rust dit, een metertje of 20. Ik had de duimstok moeten meenemen, heb ik niet gedaan. Nee, niet kapot maken! Die waterbakje kapot en buiten. Die niks recht. Ik vergeet het. Jongen, we zijn net 10 minuten hier, doe normaal. Gaaf! Zie je, ben jij schuld? Zie je een blauwe? Wat verdomme. Wat is het grote met? Ik klap hoor. Zie je dat? Als je rustig bent, dan zie je tenminste een blauwe. Ja, weer een blauwe, dat gaat dat met. Goed gedaan, Loes. Kleine vraaglap. Die kunt opkijken. Gaat dat niet onder het filmen? Nee. Ja. Twee verrekkelingen. Hier? Ja. Als ze me met rust laten, dan schiet ik het op. Kan telefoon niet ontgrendelen. Oké. Okay. Ga je even neerleggen, dan mag je naar de sky kijken. Dit zijn de schoten die ik net heb gedaan. Dat is wat 10, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 7. Kijk, maar deze had ik al verstevigd. Ja. Maar ik moet hier een pin zetten. En dan met een touw naar achter trekken en met een touw naar voren. Want de rest die waren allemaal omgewaaid, allemaal. Zowel de kunststof als de stramiet. En die stramiet die krijg je niet opgetild. En die ga ik vastmaken aan die lantaarnpaal met een stuk touw. En dan doe ik ook weer een spier aan de voorkant en een spier aan de achterkant. Maar ik moet iemand hebben die me helpt. Kijk, dan sla ik hier een spier in. En aan de achterkant een spier in. Dus dat ik die zo kan afklemmen. Want dit is, ja... Als dat één regenbuitje op de grond ligt, dat is twee keer zo zwaar. En zelfs die krijg ik niet meer opgetild. Dat is ook zeker nat. Maar goed, ze zijn niet kapot. En deze had ik nog niet... Oh, die had ik ook al verstevigd. Kijk, die had ik hier verstevigd. Maar deze ga ik ook nog eens een keer hier verstevigen. Hier gaat er nog een balk tussen en daarboven nog een balk tussen. En bij die doe ik hetzelfde. Nog één, twee balkjes ertussen. Maar die blijven eigenlijk staan. Die hoek is goed. Die waait niet om. Misschien moet ik hem schoon in schever zetten. Kan ik ook doen. Zag een stuk van die achterpoten af. Staat hij wat schuiner. En een spier erin. Ja, zo gaan we dat doen. En s'avonds moet ik eigenlijk aan die kant schieten. Zie je dat? Daar schijnt het zonnetje nog. Daar heb je de ballonblazertjes. Even kijken. Kun je ze goed in geel brengen? Ja. Even kijken. Ah, ballonblazertje. Ballonblazertje. En een ballonblazertje. Dikke Mercedes en dan komen ze hier ballonnen blazen.